Het is gewoon echt een manier van leven. Het is voor mij echt alles. Het is het opstaan, het naar training gaan, het zand, de zon, de mensen. Het is gewoon, ja, het is echt fantastisch. En ja, voor mij, ik kan wel geen ander leven voor me zien. Hè. Ik ben vrij competitief ingesteld. Dus het winnen of het gevoel van gewonnen hebben is voor mij het. Dat is het. Daarvoor leef ik. Het is gewoon een heerlijk gevoel. En het lijkt wel alsof er een stofje in mijn lichaam wordt aangemaakt als ik aan het winnen ben of gewonnen heb. Nou, ik zou me geen leven voor kunnen stellen zonder dit gevoel. Ik ben Dirk Boulet, 22 jaar, 1,85 meter en mijn specialiteit is verdedigen. Ik ben Steven van der Velde, 20 jaar, 1,99 meter en ik ben de blokkeerder van de twee. Steven en ik hebben een duidelijk doel, 2020. Daar moet het voor ons gebeuren. Wij zullen na de zomer vertrekken naar Brazilië. Dan zullen wij volop krachttraining doen, want het is heel belangrijk om sterk te blijven. Vervolgens naar Hawaii met onze hoofdcoach, trainer. Om daar vervolgens 3 maanden lang helemaal dood te gaan. En ons helemaal de pleuris in te werken, om het zo erg mooi te zeggen. Deze trainer heeft in het verleden al meerdere Olympische Spelen meegemaakt als coach. En ook daar medailles behaald. Dus we denken dat via deze weg buitenlandse invloeden met deze trainer voor ons gaat leiden tot een geweldig succes. Dirk is voor mij echt een hele goede vriend. Het is gewoon echt mijn buddy. We hebben heel veel dingen samen meegemaakt. Slechte momenten, mooie momenten. Steven was er altijd voor mij. Zoals mijn vader vorig jaar overleden aan de ziekte kanker. Nou, dat is natuurlijk voor mij een hele nare en zware periode. En Steven was er in die tijd, was hij echt voor mij. En dat heeft de vriendschap alleen maar sterker gemaakt. Voetbal is het echt cruciaal. Dat je met je partner moet je alles doen. Je staat met z'n tweeën in het veld, je traint met z'n tweeën, nou, je reist met z'n tweeën, je eet met z'n tweeën, je juicht met z'n tweeën, je helpt met z'n tweeën. Ja, het is een soort huwelijk, het is een bromance. De keuze die we nu hebben gemaakt om dit avontuur aan te gaan, betekent dat we alles zelf moeten regelen. Dit heeft de keerzijde dat je ook zelf volledig verantwoordelijk bent voor je eigen succes. Maar als het dan eenmaal lukt, denk ik dat het 3 keer zo mooi is.